En ja, natuurlijk, Fischie hier weer. En welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Road to Golden VMP. En jawel, ik ga het nog even laten zien. Vorige aflevering, natuurlijk 100 headshots gehaald. 42 kills zonder met een optical en 5 attachments. Ik moet ook nog zonder perks halen, zonder attachments. Ik moet nog 1 Bloodthirsty. Nou, dat is heel makkelijk. 2 revenge kills. Dus we gaan er gewoon lekker voor. Dit gaat er gewoon worden. We gaan het gewoon halen. Klaar. Heel simpel. We gaan het gewoon halen. Ja. Ik ga dus even kijken of ik 2 of 3 potjes nodig heb om een goud te halen. En dan natuurlijk de diamond. Dat ligt eraan of ik erin gedumpt word. Maar dat gaan we gewoon even kijken. Nou, we gaan lekker in ieder geval spelen op de map. Fringe. Heerlijk. En ik word er in ieder geval niet ingegooid. Dat scheelt ook weer. Dus we kunnen gewoon een volledig potje spelen. En als we een beetje goed ons best doen. Als ik, tenminste ik natuurlijk. Dan kan ik het in 2 potjes halen. Dat gaan we gewoon even kijken. Even lookie. Dan ga ik misschien trouwens nog de diamond versie ermee spelen. Dit is trouwens zonder attachments. Ik ga trouwens wel, ga ik toch even prestige. Want ik ga natuurlijk doorlevelen met een wapen. En dus ik ga er gewoon mee prestige. Als ik die attachments zonder attachments, tenminste zonder perks heb gehaald. Jezus, ik kom er niet bijna aan boorden. Ah, ik kijk daar toch net en dan is hij er wel. Assassin kill. Wat dacht jij zelf? Oh! Oh nee, waar kilt hij me mee? Brass knuckles. Oftewel, ja, hoe heet het verkeerde dingen ook weer? Nou, in ieder geval met handschoenen geloof ik. Het is echt bullshit. Ik vind het echt bullshit dat zulke dingen in die game zitten. Fuck jou! Nee, doei! Oké, doei. We staan hier in de hands. Ik heb geen zin in. Dan gaan we hier via zigzag flanken, zoals het heet. Dit is zigzag. In competitive noemen ze dat zigzag. En er staat iemand. Kut! Doei. Doei. Shot out. Ho ho. Oh, bitches. Nee, ik moet die Bloodthirsty hebben. Oi, 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 oi. Nog 2 kills. Een ripper. Oh, 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 oh. Combat focus up. Smoke check. Ripper shut down. Ik hoor iemand aanlopen. Focus drain. UAV awaiting order. Oh nee, mijn aim. Oh, ben ik slecht dan! Ha! Nou ja. Fuck it. Nu speel ik hier wel lekker met perks. Oh, ik moet even opletten dat ik natuurlijk geen fast mag heb. Huh? Oh, hij zag mijn voetjes. Wat een hufter. Nou ja. Nou! Chrisje! 0-9 iemand bij ons, waarom? Oh, dan kijk ik op mijn scorebord, ga ik weer dood. Wat een lul ben ik ook. Maar toch jongens, 0-9. Oh, waarom nou? Reaper destroyed. Hoeveel kogels heb ik eigenlijk? Wat? Wat een kutcamper daar weer. 50 punten, assist. Weer. Die stond te stil in de hoek. Hier hoor ik aankomen. Even kijken. Volgens mijn planning zou ze hier moeten spawnen. Oh, dit is slechte 1 weer. Wat zit je nou te snipen hier? Voor niks. Kom, ze komen. Nee. Oh. Nee. Hé? Jongen, waar zitten ze?
Combat focus ready. Oh my god, nou, dat deed hij heel goed. Ik ben eerlijk, dat deed hij gewoon goed. Maar ja, ik vind het wel irritant voor zulke spelers, moet ik eerlijk zeggen. Hostile hailstorm overhead. Kijken. Enforcer kill. Waarom? Ah! Waarom ga ik ook reloaden? Hij was al gereload. Dus dat was geen probleem. Maar toch. Wat is dat nou? Tjonge jonge. Oh my god! Oh! Ik heb hem wel! Ja! Met zijn glitch. Hij deed het wel goed hoor, die glitch. Maar waarom trouwens is mijn team echt weer echt hopeloos? Sorry dat ik het zeg. Nee, iemand die stilstaat, die pak ik wel mee. Dat zou iedereen doen. Maar ik zie ze niet. Nou, daar wel, maar daar ga ik niet toe. Is te ver lopen. Wauw. Wauw! Oh my god! Wat een kutspawn zitten! Ik zit te luisteren, want ik heb Dead Silence en hoor dus iedereen heel erg lopen, maar echt, die spawns zijn echt zo fucking kut. En iedereen loopt als een debiel te schieten op niks! Doei. Ik schiet toch eerder, Fishy. Oh, ja. Nou ga ik reloaden. Maar ja, serieus, mijn team is wel heel fucked up bezig. Assassin. Daar een. There are no words for the soul. That's a hard fail. Kijk, dan zie je ook dat zo'n hoge rank, die gaat met zo'n gaat slaan. Omdat hij die brass knuckles heeft gehaald uit de package. What the fuck? Zo snel dood. En trouwens, tegenwoordig ben je al dus al eerder dood voordat je geslagen wordt. Want dat zie je dus in de animatie. Dus dat is lekker. It speaks for itself. Oké, heel logisch, heel logisch. Nou, het zal wel. Nou, hier wel nog een potje spelen. Ik ga in ieder geval even mijn wapenprestige. Want dat scheelt hier voor zo meteen. Ik kan toch niet spelen met de attachments. Dus, zo weer bij jullie terug. Nou, we gaan spelen op de map Exodus. Ik moet trouwens, ik zal het even laten zien. Ik moet nog echt heel veel kills maken. Nog 38 kills zonder attachments. En dat ga ik nooit in één potje halen. Dus we gaan gewoon de volgende aflevering ga ik gewoon één potje. Tenminste, ik mag aannemen dat ik het wel haal. Nog voor wapen goud te halen. En de volgende wedstrijd zal ik dan met goud spelen. Of in ieder geval, ja, diamond. Maar ik... Het is natuurlijk een grote golden serie, dus ik zal hem met goud spelen. We gaan kijken of ik een beetje iets van 20, 25 kills kan halen. Dan zit ik aardig op schema. Dat moet mogelijk zijn. Maar het is een map dat ik denk van, hey, het kan wel en het kan niet. Ik heb ondertussen mijn wapen even geprestiged. Dus het is in ieder geval fijn. Dan levert hij weer wat, nu al. En ja, het scheelt gewoon weer voor challenges. Dus ik hou ervan. Ik moet altijd ergens mee bezig zijn in de game, ja toch. Team Deathmatch. Dus, en we hebben toch niks trouwens naar Fastmac en Extended Mac, want ja. It's not personal, zonder only perks spelen. Oké, nou. 38 stuks, zou het kunnen in één potje? Ik denk het niet, maar het is natuurlijk wel zeker mogelijk, maar... Vooral als het zo gaat. Oh, wat wil ik dit doen? Maar ja, 10 kogels nog. Van de 40, zag ik, heel snel. Dus... Ah, teringleier. Sniper PvP. Die zat daar even te campen. Jongens, doorlopen. Heel irritant als iemand... Oh my god. Man. You
Nomad, kill. Nee! Ha! Ik moet die Bloodthirsty trouwens ook nog hebben. Dat was ik even vergeten. Dat zijn dingen die komen wel. Normaal gesproken. Oh. Hé? Het is ook heel irritant als iemand in je rug met een shotgun speelt. Serieus. Confirm. Stel ik ook even een kutkill. Wat een camper zeg. In het midden daar. En je gaat nog wel elke keer naar midden toe. Want daar, is, daar gaan de duels natuurlijk. Let nou op achter je. Enforcer kill. Opletten. Ja. Oh! Fuck jullie! Oh, jammer. Team is echt weer echt heel erg slecht. Ja. Wordt zo'n lastig kwijtje, hè? Kutzooi! Weer achter me! Oh my god! Maar wat zijn ze aan het doen? Zijn ze nou werkelijk haar? Alleen maar met RPG's aan het spelen? Met mijn team? Ja, hier kwitten ze weer. Wat een kutleiers. Hopeloos. Hopeloos team. Ja? Hé, hey, wat, wat? Profit kill. Oei, oei. Hostile HCXD in your AO. Nee! Oh, ja, ik moest luisteren weer achter me. Maar echt, mijn team is echt, echt fucking, fucking, fucking slecht. Survival is down. Come on. Meen je dat nou echt? Oh, jongen. Weer een UAV. Combat focus up. Ik heb een combat focus hier, maar... Nou. Het ergste is dan dat je 50 punten krijgt. Wat zijn die gasten dan aan het doen? Wat zijn die gasten nou bij me aan het doen? Jongen. Enforcer kill. Wow. Hier beneden. Man. Kansloos deze gasten. Wanneer je 20 kills maakt van de 50 die gemaakt zijn. Nou. Dat is niet heel lekker. Dat is niet heel lekker, Fizzy. Dat was heel slecht, Fizzy. Wat? Kom op nou zeg! Een headshot tegen! Oh my god! Oh. Come on, ik moet gokken! Oh, come on! Oh, wat een pech! Nou, ze gaan alleen maar dood. Hier. En kwitten.
Lekker team. Wasted. Focus down. Battery KIA. Kom op. Kut! En ik ben final deck. Fuck! Ik had een dubbelkill nog gaan maken. 27 kills heb ik trouwens alsnog. Maar mijn teammaatjes zijn zo slecht. Kom op nou. Ze zijn al een paar keer gekwit. Maar kijk eens. 70 kills maar gehaald. Lekker reetje. Is altijd lekker toch in een game. Fuck it. Maar ja. Ik moet nog een paar kills en dan is hij... Nee, dat heb ik nog niet gehaald, want ik heb er geen bloodthirsty erbij. Gewoon zelfs. Dat komt, dit komt echt door mijn team, maar ja. Ik wil niet zeiken, maar het komt wel door mijn team. En het is gewoon wat lastiger als je zonder attachment speelt natuurlijk. 2950 punten. Dik MVP in de hele lobby. En niet winnen. Jawel, dat is de story of my life. Ja. Nou, we gaan even eruit en heel snel kijken wat ik heb gehaald, zeg maar. Ja, die bloodthirsty, die ene bloodthirsty, die gaat me nog even voorlopig even de das om doen, denk ik. Die moet ik echt voor een potje halen, anders... Ja, het is gewoon best wel stom als ik hem niet haal. Oké, okay. Even lookie lookie doen. En dat betekent... 39 kills, 11 nog. En nog één bloodthirsty inderdaad, jongens. Vergeet niet je blauw duimpje te geven. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.